Verras je ouders of grootouders met de leukste agenda voor oma's en opa's. Bestel nu via leukstagenda.nl. Regio 8 blikt in gesprek met de graafschapvoorzitter Martin Mos vanuit zijn stamkroeg in Beek terug op het jaar 2021. De geboren Groninger vervult de functie sinds 2015. Maar zelden was hij zo weinig in voetbalstadions te vinden als in de afgelopen twaalf maanden in coronatijd. Ja, de hele sfeer rondom, uh, rondom het voetbal. Geen supporters, uh, niks. Het is, uh, je komt aanrijden in een lege uh, parkeerplaats. Je loopt naar boven, je moet een kapje op. En, uh, uh, ja, bij de graafschap kregen we gelukkig nog wel wat te drinken. Maar ik ben ook bij uitwedstrijden geweest dat je niks kreeg. En ja, dan wordt, als je anderhalf, twee uur moet rijden en je krijgt niks, ja, dan wordt het wel een beetje een opgave. Ondanks de treurige ambiance leek de graafschap onder trainer Mike Snoei lang op weg te zijn naar directe promotie. Dus op het eerste seizoen met corona speelden wij gewoon goed voetbal. Onder Mike ook. En het tweede seizoen, ja, was het voetbal af en toe niet om aan te zien, maar we stonden natuurlijk toch bovenaan. Of uh, op de tweede plek, achter Cambuur. En, uh, ja, toen gebeurde natuurlijk het incident met, uh, met NAC, met uh, Seuntjes en uh, uh, Stijn. Nak Breda maakte tot grote onvrede van de voorzitter bekend... dat de graafschap aanvoerder Rolf Seuntjes in de zomer naar Breda zou komen. Mos betichtte de nakleiding leiding van een vies spelletje. Nou, en daar, ik heb toch het gevoel dat daardoor een behoorlijke ja, kink in de kabel is gekomen. Dat niet iedereen meer achter elkaar stond, waardoor... Uh, een beetje een tweestrijd in het elftal is gekomen en dat je net 5% mist aan scherpte enzovoort. Waardoor wij uh, zeg maar vanaf dat moment meerdere punten hebben verspeeld. En wat uh, ons uiteindelijk uh, ja, uh, de om heeft gedaan. De voorzitter liet op Twitter zijn onvrede blijken met een bericht waarin Fuk Stijn stond. Refererend aan de trainer van NAC. Het kwam mos op een boete te staan. Ik heb ook geen enkele uh, gevoel erbij om dat goed te maken, nee. Als iemand moet goedmaken, moet het van die kant komen niet van mijn kant. Nou ja, ik vind het not done om Mike zo af te vallen... En, uh, en toch een soort tweestrijd in een elftal te creëren... Uh, zonder dat dat echt uh, uitgesproken of dat, dat dat echt naar voren is gekomen. Maar net die 5 wat ik aangeef, dat heeft toch een effect gehad. En uh, ja, ik vind uh, zoiets uh, not don. Toch leefde de Achterhoek lang toe naar een mogelijke promotie... Met onder meer een ware trekker uittocht richting de uitwedstrijd tegen jong Ajax. Het duel in Amsterdam werd echter gelijk gespeeld. waarna thuis tegen Helmondsport een laatste kans overbleef op directe promotie. De graafschap speelde gelijk en was overgeleverd aan na-competitievoetbal. Niemand kan er wel aan doen dat Platje die laatste bal er niet in schiet. Maar kijk, ik, uh, ik denk als hij 100 van, van die kansen krijgt. maakt hij misschien wel 95. Maar ja, die mist hij. Maar dat, dat had niks met scherpte te maken. Dat was gewoon pech. Maar. Ik heb het meer over de wedstrijden ervoor, voor Helmond Sport, ja, daar hebben we het laten liggen. Het mislopen van promotie was reden om afscheid te nemen van trainer Snoei, wat volgens Mos geen makkelijk besluit was. Kijk, het voetbal was op een gegeven moment niet om aan te gluren, dat vonden veel mensen. Dus het was een beetje een risicoafweging. Van, goh, ga je door, neem je dat risico dat je geld terug moet betalen, dan wel dat sponsoren uh, weglopen en supporters weglopen. Versus, je gaat een nieuwe weg inslaan. Nou, en toen hebben wij gekozen, voor, uh, voor de, voor, uh, helaas, voor, uh, voor uh, de richting om uh, zonder Mike Vetter te gaan. Nadat onderhandelingen met FC Groningen over A3 Poldervaart stuk liepen... schakelde de graafschap door naar Reinier Robbemond, een oud-middenvelder van de club. Dat klikte gewoon goed. En ook een goede kijk op de voetbal. Ook uh, het jeugdinpassen, wat je nu toch ziet. En vanuit de jeugdacademie zijn het. Ja, ik weet niet precies hoeveel, maar je hebt natuurlijk Haan, je Hildering, je hebt Bretijn en je Bero. Dan heb je hebt al vier die heel regelmatig meedoen. Hij gaf ook aan, wil die graag. Hij wilde fris voetbal hebben, hij wilde aanvallend voetbal hebben. En aanvallend, dat is ook misschien een goede woord. Hij wilde agressief voetbal hebben. Dus uh, vroeg storen, uh, veel inzet. En ja, dat komt dan dicht bij uh, het dramvoetbal. Mos heeft vertrouwen in de trainer Robbemond. Wel deelt hij de zorgen dat de graafschap te weinig scoort. Kijk, ik ben geen voetbalkinder, hè? ik ben voetbalbestuurder, dus ik, ik, ik heb eigenlijk geen verstand van voetbal. Uh, soms hier wel, maar, maar ik vind wel dat je van zo'n Devin Haan en ook van die andere jeugdspelers mag je niet verwachten dat die er zo even 20 of 25 in schieten. Het is wel een feit dat we te moeilijk scoren. Dus uh, als er een mogelijkheid zich voordoet om uh, een, een spits erbij te krijgen, ja. Dat, uh, dat moet Peter dan uh, beslissen samen met, uh, met Robbermond. En kijken, van, nou, is er een versterking ja of nee. En, uh, maar het is gewoon een, een goede constatering om te zeggen van misschien is er te weinig ballen in. Na jaren heeft de Graafschap momenteel weer een positief eigen vermogen. Dat betekent echter niet dat het geld tegen de plinten klotst. Kijk, we hebben nu een vermogen van een ton, anderhalve ton. En kijk, als je echt een gezonde voetbalclub wil hebben, dan moet je ongeveer een miljoen hebben. Maar we zijn dus wel op de goede weg. Uh, maar ja, kijk, we hebben wel een beetje ruimte om iets te doen. Maar kijk, verwacht niet dat wij een speler van een half miljoen gaan kopen. Nee. Dus dan zit je toch al snel op, op spelers die te huur zijn. Die eventuele versterking moet gevonden worden door manager voetbalzaken Peter Hofstede. Het wordt gelijk de laatste transferperiode dat de oud aanvaller in dienst is bij de graafschap. Na zeven jaar neemt de club afscheid van Hofstede. Peter heeft natuurlijk zijn netwerk en misschien. Uh, moeten we ook eens een keer iemand hebben met een, met een wat ander netwerk. En uh, uh, daarom hebben we gezegd: maar Nou, uh, wij nemen afscheid per 31 maart van Peter. Uh, uh, hij maakt het seizoen af gewoon bij ons tot 30 juni. Uh, uh, en hopelijk hebben wij al uh, voor die tijd een nieuwe die dan meehelpt om de selectie van volgend jaar uh, op te bouwen. En, uh, nou ja, dan scheiden onze wegen. Met de klankbordgroep, waar onder meer Freek Jansen en Berry Powell in zitten, wordt gezocht naar een opvolger. Mos, die intern geen kandidaat ziet, wil niet ingaan op mogelijke namen. Er staat wel één ding voorop altijd bij het graafschap. En of het nou een technisch directeur is, een algemeen directeur of een financiële directeur. Er is maar één ding wat telt, en dat is dat het graafschap over 100 jaar nog moet bestaan. En uh, dat is onafhankelijk van de personen, want boven de club gaat niks anders. De graafschap ontving dit jaar, tot frustratie van Mos, meerdere boetes vanuit de tuchtcommissie van de KNVB. Onder meer voor het afsteken van vuurwerk in het uitduel met VVV Venlo. Deze actie was bedoeld om de overleden supporter Nick uit Dam te eren. En die, die ouders van zo'n kind die komen nog bij hun op de tribune staan. Uh, een en al emotie en dan krijg je als, uh, als, als dank krijg je 5.000 euro boete omdat het niet mag. Ik vind wel dat die regels veel, veel te strak toegepast worden. En uh, ja, daar zal ik ook nooit aan toegeven. De graafschap staat momenteel niet op een directe promotieplek in de competitie. Maar Mos houdt hoop op een groot feest aan het eind van het seizoen. Plaats 2 is nog steeds wel uh, haalbaar. Uh, maar ik verwacht dat wij in de nakomst terechtkomen. terechtkomen. En dan is alles mogelijk. Want ik wil wel daarbij goed voetballen. Wij kunnen wel goed voetballen. En als je, ja, dan hoeft het mij een beetje mee te zitten. En dat heb je afgelopen jaar natuurlijk ook bij NEC gezien. Nou, die voetbal het hele jaar eigenlijk ja, gewoon heel matig. En dan in de nacompetitie competitie zitten ze het allemaal niet tegen. Uh, denk ook aan die wedstrijd tegen NRC. Ja, Ze zijn twee keer bij het doel geweest, denk ik, en die bal lag er twee keer in. En NEC, ik weet niet hoeveel keer ze op het doel hebben geschoten, maar ja, die waren veel sterker. En dan zit zo'n club mee. Nou, dat kan ons ook gebeuren. En uh, ja, wat dat betreft is dat ook een beetje een loterij. De Doetinchemse voetbalclub streeft daarnaar om minstens eenmaal per drie jaar in de eredivisie te spelen. Mos weet niet in hoeverre de Graafschap de mogelijkheden heeft om uit te groeien tot een stabiele eredivisionist. Ik denk dat de Graafschap wel in staat is om, om continu zeg maar, om de bovenste plekken in de keukenkampioen-divisie te spelen. En ook bij de onderste vijf, uh, zes van de eredivisie te spelen. Dat ligt ook niet zo ver van elkaar af en dat zie ik wel gebeuren. Maar het heeft ook een charme dat je een beetje promoveert en degradeert. Want het is tenminste altijd wel te beleven bij de graafschap. Je kan het af en toe wel eens missen als mens. Maar uh, het blijft wel het leuke, uh, leuk, uh, leuk voor het voetbal. Want uh, het gaat altijd ergens om. Een buitenlandse investeerder hoeft echt niet aan te kloppen op de Vijverberg. Om de club het financiële zetje te geven dat nodig is. Nou, Wij hebben geen zin in, uh, of in ieder geval zolang als ik er zit, uh, uh, in een... Uh, een van die shaikes of, 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 of uh, mensen uit Turkije, zoals ze bij uh, Fortuna hebben enzovoort. De Graafschap blijft van de supporters. Zelf heeft Mos al meerdere keren gehind op een afscheid als voorzitter bij de Graafschap. Vanwege de coronasituatie en het stoppen van hofsteden. En financieel directeur Raymond Enting, blijft hij voorlopig nog op zijn plek. Ja, ik blijf nog wel even zitten. Ik ga niet morgen weg. Ik ga ik kijk, dit seizoen, maak ik af en dan. Ja, Dan moeten we volgend jaar in december maar eens weer kijken. Maar uh, ik vind uh, de club te belangrijk om, uh, om weg te lopen. En ik heb de club ook te lief daarvoor uh, om weg te lopen. Dus uh, ik laat de club wat dat betreft niet uh, ja, in de steek tussen aanhalingstekens.